bij de pizzeria in Dwingelo. Ze hebben geen bier, een beetje jammer. We hebben net even een teamoverleg gehad. En een paar debutanten bij ons, Tim. Ja. Wat vraag je ervan? Nu is het heel veel eigenlijk. Laat het een beetje op afkomen. Heb je ook doelstelling? Of, zo snel mogelijk. Zo snel mogelijk. Oké. Okay. Ja. Heb je al? Al vaker mee gedaan? Bandtest niet, dat is de eerste keer. Oké. Okay. Ja, heel veel zin in. En ik ga voor zoveel mogelijk plezier. Oké. Okay. Patrick? Sluit ik maar bij aan. Ja? De eerste keer deze Wampex, maar... Beetje Wampex ervaring verder? Een beetje, een beetje. Oké, okay. Heel goed. Jip, ook debutant? Ja, geen ervaring, wel zin in. Oké. Okay. Ja, nou. Ook gewoon plezier maken en ook wel een beetje goed doen. Hey. Wim, man van de eerste uur. Klaar voor? Helemaal klaar voor. Oké. Okay. Heel goed. We gaan voor de winst. Nou, we gaan voor de winst, hoor ik net. We gaan proberen een filmpje te maken, gaan zien of het lukt. En we hebben gewoon heel veel zin in met elkaar. Kom eens aan hoor. Voorbereidingen. Daar gaan we. Ik ben het hindernisbaantje gedaan. Jetzt geht los. Eerste route is iets met foto's. We komen nu aan bij de eerste post. We hebben de eerste route erop zitten. Best wel netjes op zich. Maar we zijn nu 2 uur onderweg. We gaan de eerste post nu, de eerste opdracht nu uitvoeren. Ja, we hebben er al een uitgevoerd met de kabelbaan. Maar we zijn nu 7 kilometer onderweg. Thank you.
hokken vast en we hebben geen haast meer, jongen. Deze kant op. Mannen zijn bezig met de puzzel. Ik kan niet heel veel zien, maar we zijn duidelijk bezig. Gaat goed. We zijn ongeveer. We hebben er 6 van de 7 af. En dan kunnen we eindelijk weer beginnen met lopen. Timmy. Het is ondertussen 11 uur, jongens. 2 uur aan het puzzelen geweest, eindelijk op pad nu. Yes. We zijn eindelijk aangekomen bij post 4. Tja, het is nu rond 1:15 vannacht. We hebben er ondertussen 6:20 op zitten en 17,5 kilometer. En we gaan zo beginnen met opdracht 4 uit mijn hoofd. We gaan volgen. De post met Arie Boes, broodje hamburger. Het liefst gedragen, maar. Gaat die, jongens? Yo! Moeten er nog 2 teams zijn? Er komen nog 2 teams binnen. Heb je bandjes nog? Ik kom nog maar 2 teams binnen. Ja, ik kom nog 2 teams. Dat is leuk. En dan is iedereen, hè? Dat is gelul. Jongen, vraag dan, ik heb net gevraagd. Ja, kunnen we vragen. We doen het gewoon dan niet goed genoeg. Net klaar met boogschieten. Ja. Dat hebben we even het record scherper gezet. 42 seconden. Ja, ging alles. Nee, ik heb eentje blauw gedaan. De rest staat allemaal in geel. Alles in het geel, eentje blauw. Iedereen ging lekker. Ik lees er maar eentje voor. Ja. Hey jongens, het is weer licht. Ik hoop dat jullie licht ook gaat branden. We hebben even wat weinig gefilmd. We hebben verschrikkelijke klote routes gelopen. We hebben zelfs een envelop losgetrokken. Het is weer mooi weer. En we gaan er gewoon lekker tegenaan. Het is hartstikke druk hier. We gaan een leuk opdrachtje doen. En we hopen dat de tweede helft half zo snel gaat als de eerste helft. Of half zo in de helft van de tijd. Ja hoor. We zijn 12,5 uur onderweg. We hebben 5 etappes gedaan van de 10. Lijn stop. Moest precies op de band op de lijn stoppen. Kost misschien 2 seconden extra, maar levert weer bonustijd op of in de straftijd. Hier heb je zo'n oud pad met een paaltje erbij, een vaag gemarkeerd. Heb je nog wat te vertellen? Oh, je bent Imke gewoon, je blijft erbij. We hebben zo'n last van de mug, we vepen hier allemaal schrikken. In de vesten hebben we een post. Ik zit nog op 78%. We zitten helemaal niet zo goed. We zijn even aan het chillen, maar we zijn niet helemaal goed. Ondertussen 14,5 uur onderweg met mijn mond vol. 40 kilometer onderweg. Terwijl we 44 zouden doen over 10 etappes en we hebben nu de 6e etappe nog afgerond. Dus het kon wel zijn dat we een paar kilometers meer gaan halen. Of we hebben straks heel erg makkelijk. Applausje. Komen de strijders weer aan. We hebben nu een striproute. Nou, vraag niet hoe we eraan gekomen zijn. We hopen dat het klopt. Ja.
Yo, daar lopen we. Het is ondertussen geen idee hoe laat. Het is 17,5 uur onderweg. 50 kilometer gelopen. Etappe 8 erop zitten. Ik loop nu naar de post toe. Echt verschrikkelijk eerste deel gehad in mijn ogen qua hoe het ging. De laatste paar etappes gaan goed. We hebben een paar hindernissen. Ze hebben gewoon magnifiek gedaan. Zij die heel bescheiden. En even een filmpje voor thuis. Later! Hoi Tim! Goed zo! Beetje grotere afstand Tim, juist dat! Maakt niet uit wie op dat ding slaat, hè? Mag ik ook doen! Ja, ik ben ook deelnemer. Mag ik nieuws? Mag ik nieuws? Ja! Wat wil je? Kom niet! Kom, Wippie! Sneller Tim! Klaas! Oh, Tim komt straat hier. Wat is dit? Ja, dan is dat bootje. Hey, kom op! Laat de voet een hak nog op de hout zetten. Zo ja. Ik denk dat je een beetje kan gaan varen. We zijn echt aan het knallen nu. We zijn bezig met de één na laatste route. We zijn bezig met de Rebus, gaat heel lekker. We zijn goed op weg. We hebben net al een aantal bevestigingen gehad dat we goed op weg zijn. Dus ja, ik denk dat wij aardig op weg zijn naar een goede uitslag. Rond 4 uur kwamen we aan bij een post, waren we 2 na laatste. En bij de vorige post waren we opeens weer 11e, dus dat ziet er goed uit. Ja, ja, we komen aan op Torentjeshoek. Normaal is dit de finish. Nou moeten we nog 1 fucking etappe. Hoe is het met de manschappen? Heb je er nog zin in? Ja, Venus. Normaal krijg je bier. De laatste kilometer. Zit er taai aan. Afzien. Oké, stoelman. Weet je zeker dat het een goede benadering is van het veld? Oké. Hé, hey, wil de familie Cassie zijn doorloop? Anders wordt de film zo lang. De andere teams rennen al. Ja, we hebben weer het geval, maar we doen het. Het valt wel hoor. Nou, het is goed gevallen. Ja, dan mogen jullie op de kar. Maakt niet uit hoe je erop klimt, hoe je eraf gaat ook niet, maar... Kijk of ze nog eens een paar foto's willen nemen en dan krijgen jullie een applaus voor Ultimate! Woehoe! En dan even dadelijk afmelden in het clubhuis. Goed gedaan jongens! Ja, ja, hoe was het hier dan? Hey! Tim, hoe was het? Leuk, zwaar, dat is voor voeten. Last van je voeten? Ja, nu niet meer. Patrick, ja, onze heerlijk. Invallen. Nog een rondje? Nog een rondje. Eentje. Mark? Een paar hoeders waren kak en de rest ging best wel goed. Ja? Ja. Nog een debutant? Best wel goed, jongen. Ja, mooie ervaring. Goed. Ja? Ja, fantastisch. We hebben ons beide doelen gehaald. En goed gepakt.
gepresteerd. En de broek en, deed het? En ook nog zonder gewoon ring, heel veel plezier. Heel veel plezier. Hij is afgevallen. Waar is Wim? Ja, ging goed. Ja? Ja, top. Oké, goed zo mannen. Ja, jongens, we gaan het zien. Je moest 25 punten scoren. En de buitenring was dan 2 punten, 4 en dan... Maar de, binnen, de echte gele boel, dus het kleinste gele stukje, was 25 punten. Ja, en je mag maximaal 5 minuten erover doen. Die lui deed er 5 minuten over. Ja. Die schoot aan stelletje bijl. Toen kwamen wij. We hebben maar 5 pijlen geschoten. Hè? 1 blauw in het blauw van mij. Jij laatste binnen in de roos. Dus wij zijn alle snelste daar. Stoer. We zijn binnen! We zijn binnen! Kijk maar!